ik ook. Trouwens, Gust, jij bent nog maar 10 jaar jong, maar je hebt een klok van een stem. Waar heb jij zo goed leren zingen? Dat weet ik niet. Gewoon ervaring waarschijnlijk. Natuurlijk. Ja, die heb je natuurlijk ook opgedaan bij Junior Eursong, waar je trouwens ook zeer... Of de ganse hemel op je gaat. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik mis je zo, ik mis je meer. Te denken dat ik minder van je hield. Besef nu dat het lang niet over is, omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer. Het gebeurt niet zo snel, maar ik sta echt met mijn mond vol tanden. Hopelijk is dat bij Mick wel niet het geval. Gust, ik ging iets zeggen over jouw West-Vlaamse uitspraak, dat ik die af en toe hoor. Maar je hebt me werkelijk uit mijn stoel geblazen met je performance. Er was geen enkele noot vals. Ik geloofde echt wat je zong. Dit is echt een superprestatie wat je neerzet. Evie, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ik kan alleen maar ja knikken en dat beamen. Het is inderdaad verdomd moeilijk om te performen als je neerzit. Maar je stem sprak boekdelen, je mimiek deed dat. Goed gezongen, prachtig afgewerkt, top. En tenslotte Sandrine? Gustje, ik heb zo zin om in uw kaak te knijpen. Zo'n klein manneke met zo'n klankkast, dat is fantastisch. En de boodschap is inderdaad volledig overgebracht. Gust, een groter compliment kan je volgens mij als zanger niet krijgen. Ben je een gelukkig man? Ik ben een gelukkig man. Dan ben ik dat ook. En het publiek gaat jou nog belonen met dit laatste geweldige applaus. Dames en heren, Gust! Ja, Aurore, ik moet eerlijk zijn. Je hebt dat zeer... apart gedaan. Nogmaals, mijn felicitaties, Aurore. Oké, nu even serieus, want het wordt ontzettend spannend. Twee kandidaten staan hier naast mij. Eén van die twee zien we vrijdag terug. Wie wordt het? Sandrine, mag ik jouw punten alstublieft? Anouk, je hebt een prachtige stem en bovendien plak je op het scherm. Van mij krijg je een 8. Zeer goed. Een 8 is zeer goed. En wat krijgt Gust? Wel, Gust, als jij een carrière kan hebben zoals bijvoorbeeld een Wiltura, dan zit je goed. Ook een 8 van mij. Een gelijkstand. Spannend. Evie, ga jij daar verandering in brengen? Wel, Anouk, je stond er 100%. Ik geef jou een 8. 16 in het totaal. En wat geef je aan Gust? En Gust, ik ben er nog altijd niet goed van. Ik geef jou een 9. 17 in het totaal. Voorzitter, het woord is aan u. Anouk, goed gedaan. Een 7. Dat betekent dan een totaal van 23 punten. En Gust, dikke proficiat voor je prestatie van vandaag. Een 9. Dat betekent een totaal van 26 punten. Gust, jij gaat naar de weekfinale.
blijf nog even staan. Je moet nu nog niet naar die weekfinale. Dat is pas vrijdag. Wat gaat er nu allemaal door je heen? Veel. Ik kan het niet allemaal zeggen. Nee, je hebt het heel goed gezongen. Dat is het belangrijkste.